De wijziging van de wet bieraccijns is gisteren in de Nationale Assemblée aangenomen met 41 algehele stemmen. BEP-fractieleider Ronnie Assabina haalde aan dat met het stemgedrag op deze wet er is gedemonstreerd dat ondernemerschap en gezonde ondernemingsklimaat een duw in de rug krijgen. Echter wijst hij er ook op dat met de goedkeuring van de wet het er niet op moet lijken alsof de Nationale Assemblée meewerkt aan overmatig alcoholgebruik. NPS-fractieleider Gregory Rusland hoopt dat Suriname haar inkomsten met deze wet kan vergroten. Ik heb ook gedurende de discussies kunnen volgen de zorgen met betrekking tot het faciliteren van multinationals, voorzitter. En ik denk dat het faciliteren van multinationals, evenals het faciliteren van lokale producenten, altijd natuurlijk een goede zaak is. Wat wij moeten doen als Suriname is ervoor zorgen dat terwijl wij bezig zijn te faciliteren, te kijken naar de voordelen voor Suriname. Daar gaat het in de eerste plaats om. Het gaat erom dat we steeds moeten kijken van wat heeft Suriname eraan. En de minister van Financiën heeft hier aangegeven met berekeningen van wat er zal gebeuren als de productie zal toenemen. En daar zijn we helemaal voor. Werkgelegenheid wordt vergroot, daar zijn we helemaal voor. Dus wat ons betreft, voorzitter, nogmaals continu kijken. En als er zaken zijn waarmee we als samenleving niet kunnen leven, dan kunnen we het niet goed. Maar nogmaals, facilitering van multinationals is geen probleem. Maar dat zal ook moeten gelden voor de lokale producenten. Verder is het zo dat het bedrijf gestimuleerd moet worden. Omdat wij praten over een markt in Suriname. En ik hoor mensen zeggen, er wordt geproduceerd voor die Surinaamse markt. En hoeveel kan die markt absorberen? En het, als Sabina zegt, het moet niet zorgen voor meer alcoholgebruik in Suriname. Maar we zijn lid van CARICOM. We moeten kijken hoe wij gebruik kunnen maken van een markt van miljoenen inwoners, miljoenen mensen die gebruik kunnen maken van dit product. Minister Armand Agaibersing van Financiën en Planning is ingenomen met de ondersteuning van het parlement. Hij wees er wel op dat investeerders niet afgeschrikt moeten worden en we als land in dit soort situaties altijd moeten kijken naar de win-win situatie. Suriname moet maken tot een investeringsvriendelijk land waarbij wij natuurlijk de voordelen voor Suriname met name goed in kaart moeten brengen. Maar je moet niet vergeten, als partijen daar zelf ook geen voordeel in zien, gaan ze ook niet komen. Dus het moet een win-win situatie zijn, voorzitter. En wij hebben wat dat betreft misschien wat huiswerk te verzetten. Minister Agaibersing benadrukte dat als we als land meer inkomsten willen, we open moeten staan voor meer productie.